Mijn naam is Marten Oldenbroek en ik lees voor u Matteüs 22. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: zeg tegen de genodigden, ik heb een feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had. En hij vroeg hem: vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Nu trokken de fariseeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe met de vraag: meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: waarom stelt u me op de proef, huichelaars? Laat me de belastingmunt zien. Ze reikten hem een denarii aan. Hij vroeg hun: van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoordden: van de keizer. Daarop zei hij tegen hen: geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. Diezelfde dag kwamen er Sadduceeën, die beweren dat er geen opstanding uit de dood is, naar hem toe. Ze stelden hem deze vraag: meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen omdat hij haar zwager is en voor zijn broer nakomelingen verwekken. Nu kennen wij een geval met 7 broers. De eerste trouwde, maar stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer. Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer, tot aan de 7e toe. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal zij dan bij de opstanding zijn? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus gaf hun ten antwoord: u dwaalt. Blijkbaar kent u de schriften niet en de macht van God evenmin. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt. Ze zijn dan als engelen in de hemel. Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden ze versteld over zijn onderricht. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetsgeleerde: meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: heb de Heere, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Nu de fariseeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: wat denkt u over de Messias?
Van wie is hij een zoon? Van David, antwoordden ze. Jezus vroeg, hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de geest, Heer noemen? Want hij zegt, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.